Wij hebben in onze collectie van Pygmalion Beeldende Kunst betrekkelijk veel werk van vrouwelijke kunstenaars. Dat is gekomen toen ik in 2000 ongeveer, 2005, gevraagd werd een biografie te schrijven over de grafica Deborah Duyves. Later volgde een biografie over de beeldhouwer Sarah de Zwart. Vervolgens ben ik wat artikelen gaan schrijven over vrouwelijke beeldhouwers zoals Charlotte van Palland, Lisbeth Weeshout-Dobbelman, Meik Ruter, Nel Klaassen. En vervolgens ben ik ook hun werk gaan verzamelen. Ik zit hier nu bij wat werk van verschillende vrouwelijke kunstenaars. In de 19e eeuw had je vanzelfsprekend, een hele belangrijke stroming is dat geweest, de beweging van 80. Daar zaten niet veel vrouwen bij. Maar een hele interessante dame, een leerling van Willem Witsen, een van de meest prominente tachtigers, was Marie Wandscheer. Ik heb hier een schilderijtje van haar. Het stelt voor een stilleven met een bonnet, een nogal ouderwets kledingstuk, een hoedje dat de dames destijds droegen. Maar het is door zijn compositie eigenlijk een heel modern schilderij. Marie Wandscheer was bevriend met andere vrouwelijke kunstenaars, waaronder Lizzie Ansing. En Lizzie Ansing behoort weer tot een groep schilders die bekend staat onder de naam de Joffers, de Amsterdamse Joffers. Zij waren een van de eerste die naar de Rijksacademie gingen en daar een beetje chique dames les hadden, apart, afgezonderd van de mannen, van August Allebé, die ook de Schilders van 80 les gaf. En de meest interessante van deze groep, die Amsterdamse Joffers, dat is Coba Ritsema. Ik heb hier een schilderij van haar wat toch wel heel typerend is door zijn grove penseelstreek. Zij werd de vrouwelijke Breitner genoemd. Je kan hier ook zien in dit schilderij dat zij met heel veel lef te werk gaat. Bijvoorbeeld hier zie je een kannetje, maar dat is eigenlijk niet echt geschilderd, dat heeft ze uitgespaard. Hele interessante kunstenares. Dit zijn natuurlijk nu schilderessen. Ik had het ook over beeldhouwsters. Ik heb hiernaast, daar en hier, heb ik beelden neergezet van twee dames die met elkaar bevriend waren. Daar een beeld van Lisbeth Weeshout-Dobbelman. Hier een beeld van Meik Ruter. Meik, haar echte naam was Gerarda, maar zo heette haar moeder ook, dus ze kreeg de bijnaam Meik, is een leerling van de Rijksacademie onder leiding van professor Bronner, heeft zij zich ontwikkeld. Datzelfde geldt ook voor Lisbeth Weeshout-Dobbelman. Er was een hele groep vrouwen die daar les heeft gehad. Maar we gaan nu ook nog even kijken naar wat kunstenaressen uit de 20e eeuw. Dit werk op de ezel, dat is een lito van Jacoba van Heemskerk van Beest. Qua leeftijd past zij bij de Amsterdamse Joffers. Ze is geboren in 1876. Maar, dat ziet u wel, haar werk is veel modernistischer. Het heeft een grotere mate van abstractie. En het felle kleurgebruik wijst ook een beetje op de invloed van het Duitse expressionisme. Een andere invloed op haar werk was het werk van Piet Mondriaan. Ze heeft een tijd gewoond en gewerkt in Domburg en daar kwam ze in contact met Mondriaan en Jan Toorop ook. En via hen heeft zij ook aansluiting gevonden bij de meer modernistische beweging in Europa. De twee andere werken zijn van Lou Luber, een 20 jaar jongere kunstenares, zeer sociaal bewogen. Ze kwam uit de omgeving van Laren, heeft daar ook kennis gemaakt met het werk van Mondriaan.
Ook Bart van der Lek, overigens, was een belangrijke inspiratiebron van haar. En u ziet in dit werk dat zij ook duidelijk de invloeden heeft ondergaan van de nieuwe zakelijkheid. Ze is zelfs nog een tijdje naar het Bauhaus in Duitsland gegaan. Alles bij elkaar geven deze vrouwen ook een heel mooi beeld van de kunstgeschiedenis van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.